Zoals je ziet gaan we vandaag gaten schieten tussen de vrachtwagens en de trailers in Van Heesterkamp. En dat gaan we doen met Henk. Henk, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Nou, kom er maar uit aan. Okay. Kun je een beetje voetballen? Vroeger gevoetbald bij Sportclub Enschede. Bijna hetzelfde nu als Kwik. Maar de laatste 30 jaar niet meer. Laten we maar gewoon beginnen. Heel veel succes. Dankjewel. Zal ik nodig hebben. Nou, Henk, dat is een redelijk begin, toch? Een redelijk begin. Ja, in ieder geval één keer geschoord, hè. Ja, wij zijn altijd een beetje benieuwd naar wat is de binding tussen het bedrijf waar we op bezoek komen en tussen Kwik. En wat is dat voor Heesterkamp en Kwik? Ja, voor Heesterkamp is dat een regionale uitstraling. We zijn natuurlijk in Oldenzaal graag sponsor van zo'n mooie club als Kwik. En de uitstraling zeg maar, die wij daarmee terugkrijgen in het oosten van het land, dat vinden wij heel belangrijk. Laten we nog maar een keer proberen te schieten. Dat gaan we zeker doen. Welke positie had je vroeger? Oh, ik heb overal gestaan, in het midden, rechtsvoor, dus meerdere posities. Scorend vermogen? Af en toe. Laten we die laatste keer nog maar een keer proberen. Gaan we doen, dankjewel. Ja, helaas, die laatste ging er niet in, maar ik denk toch wel dat je tevreden kunt zijn, toch? Ik ben zeer tevreden, zeer tevreden. Ja, tot slot zijn we altijd benieuwd. Wil jullie of kunnen jullie nog iets van je bedrijf laten zien of wil je nog iets over Heesterkamp vertellen? Ja, ik kan wel iets over ons bedrijf vertellen. We zijn een truckingsbedrijf, dus we verkopen kilometers. Onze klanten zijn meest grote expediteurs. Daarnaast hebben we ook een trailervuurbedrijf met 2000 trailers. Dus kortom, alles wat met wielen te maken heeft, zeg maar, dan kun je bij Heesterkamp huren met of zonder chauffeur. Ja, bij deze wil ik heel erg bedanken voor je deelname namens Heesterkamp en wens jou veel succes verder. Oké, dankjewel en ontzettend veel succes met de club.